Ze begonnen eraan met bescheiden ambities. Want de Limburgers draaien vierkant in de competitie en ze verkochten hun thuisvoordeel aan Moes Kroen. Moes Kroen dat dus absoluut naar de volgende ronde wilde. Het verslag van Moes Kroen Bocholt is van Peter Morre. Vijf gratis bussen met Bocholt-supporters maakten de diagonale oversteek van het land met als belangrijkste voornemen zich goed te amuseren. Dat lukt 2 minuten en 40 seconden heel aardig, tot Marcin Zevlakov moederziel alleen een voorzet van de vleeschouwer mag binnenkoppen. Een gigantische dekkingsfout zo vroeg in de partij en direct afgestraft. Zo staat het nog voor 8 uur 1-0. Ze waren er daarop Le Canonier vroeg aan begonnen. Moes Kroen denkt aan een heel makkelijke avond. Pas tegen de rust gaat het tempo wat omhoog. Zo Randban met ruimte. Hij kapt naar binnen, maar is de bal dan kwijt. Gelukkig maar, want anders was deze loepzuivere krul van Christophe Grégoire ons onthouden gebleven. We schrijven de 44e minuut en dankzij de fijne traptechniek van Grégoire mag Moes Kroen met 2-0 de rust in. Op een kans in de tweede helft moeten we een kwartier wachten. Dit is zowaar de tweede. Grégoire in schietpositie. De hoek is vrij klein, maar hij krijgt de bal er toch mooi overhoeks in. 3-0, de tweede van Christophe Grégoire. De boeken kunnen nu wel helemaal dicht. De Noord-Limburgers schrikken zich in hun lot, maar over deze strafschopfout op Blondel waren ze het niet eens met scheidsrechter Jordes. Marco Casto zet zich achter de bal en van op de stip wordt het 4-0. De concentratie is dan weg en de deuren gaan open. Blondel begint aan een lange ren. Hij is alles en iedereen voorbij. Een tikje opzij dan voor de ingevallen Mpoké. En dit hadden u en ik ook nog gekund. 5-0, een cadeautje van Blondel voor Botuli, Trésor en Mpoké. Zijn eerste officiële goal voor Moes Kroen. En voor die Mpoké wordt het nog mooier. We zijn 2,5 minuut verder en de jonge Fransman is alleen op wandel. Schildermans komt te laat en dan is het simpel natuurlijk, al is dit iets minder simpel. Mpoké is sneller op de bal dan doelman Schildermans en daar is nummer 6. De amusementswaarde voor de supporters van Bocholt lijkt miniem tot Roel Jansen een hoekschop van Van Gompel binnenkopt. 6-1 op 10 minuten van het einde dankzij de bezoekende aanvoerder. De Limburgse eer is gered. En het is nog niet helemaal gedaan. Hier komt Mpoké nog een keer opnieuw helemaal alleen. Maar hij behoudt het overzicht om Koen de Vleeschouwer de 7-1 aan te bieden. Daar blijft het bij. Moes Kroen bekert verder. Het sprookje van Bocholt is uit. Maar ze gingen hoe dan ook nog een stapje in de wereld zetten. Ze gaan niet vroeg thuis zijn dus.